Hier komt de vraag na de vraag. Gaat de tijd lopen? Welke ontmoeting zie je hier? Welke ontmoeting zie je hier? Naar boven, beneden, beneden. Rechts. Als je het weet, moet je stop zeggen. Links, links. Boven. Wat gebeurt daar? Ik zie een sok. Ik zie een meneer liggen, of een mevrouw. Op zijn kop, staat iemand op zijn kop daar? Links. Waar is dat? Waar kan je op je kop staan? In de hemel. Ja, in de hemel. Ja, is goed, dan kan je ook op je kop staan. Waar nog meer? In de ruimte kan je ook op je kop staan. Hè? Kom, gaan we doen. Naar boven. Weet je niet? Nee, stop. Stop, op 26 seconden zei hij stop. Zeg het maar, boy. Hoe moet ik tussen Amerika en Rusland? Ik vond het hartstikke... Wist je het al eerder? Weet je nog niet? Nee. Ja, ben je een beetje zenuwachtig van het bord? Ja, 26 seconden en we gaan even kijken naar het fragment. Een ontmoeting tussen Amerikaanse en Russische astronauten. De Amerikanen koppelden hun ruimteveer aan een Russische ruimtestation. Het heet Meer. Kijk, daar gaan ze. Kus. Hallo, hoe gaat het? Zit je dan in de ruimte? Nou, 26 seconden is niet de snelste tijd, hè? Dus het wiel die gaat verdwijnen. Helaas. En het rode team zien we volgende week weer terug. Dat is leuk, hè? Het Zevenhoven wordt de school. Wat krijgen jullie? Allebei voor de school, kijk eens eventjes. Jullie krijgen allebei dit spellingsspel voor jullie school. Nou, dat is misschien wel handig. Veel plezier ermee. Wil je ook meedoen aan de quiz? Dan moet je raden wie deze persoon is. We gaan naar onze Sebastiaan. Sebastiaan, laat eens even kijken, waar sta je? Ja, doe hem eens heel snel omhoog. En naar beneden. Zo. Sneller, dat doen we. Weet je wie het is? Dan kun je ons bellen van 11:30 tot 12:00. En met alle goede antwoorden, dan loten we een school. Je kunt ons ook bellen als je vragen hebt. Ons telefoonnummer is 06-300-151. 06-300-151. Je kunt ons natuurlijk ook schrijven. School TV Weekjournaal, postbus 1070, 1200 BB in Hilversum. En bellen, dat kan natuurlijk alleen op vrijdag. Bedankt voor het kijken. Dat was hartstikke goed, hè? Drie seconden, dat is nog nooit vertoond, volgens mij. Dat is bovenaan. Nee. 3 seconden bovenaan. Volgende keer moeten de andere klasgenootjes komen. Nou, dat was de uitzending. Tot de volgende keer en bellen. Dus als de volgende keer... Als jullie... Ja? Jullie mogen... Als jullie de volgende keer weer 2 seconden, 1 seconde... En dan staan jullie eigenlijk het hele jaar door te spelen. Ja, dat zou kunnen. Maar het gaat steeds moeilijker worden. Jammer. 26 seconden. Hoe moet je terug? Hoe kan je het vertellen?